Nou, wie ben jij? Mijn naam is Debbie Nicholson en ik ben al 40 jaar lid van Zwift. En wie is Debbie zelf eigenlijk? Ik ben 51 jaar. Ik woon in Helmond, in een brouwhuis. Ik heb een dochter, die zit hier ook vlak bij mij. Ik weet niet of die ook nog op de film moet. Dat is Amy, die handelt ook bij Zwift. En ik heb een hele lieve vriend. En die handelt niet, maar die komt wel graag kijken. Die vindt de kantine ook leuk. En de mensen ook leuk. En wat doe jij, Debbie, binnen Zwift? Nou, op het moment doe ik niet meer zo heel erg veel. Op het moment ben ik alleen maar scheidsrechter. Maar wat ik heb gedaan is... ik ben secretaris geweest en trainer en jeugdtrainer, coach, voorzitter van de evenementencommissie, scheidsrechtscontactpersoon. Ja, misschien nog wel iets. Ja, is het niet meer. In ieder geval heel veel, dat hoor ik wel. Ja. En nu doe jij nog scheidsrechter, zeg je. Ja, waar houdt er eigenlijk in als je scheidsrechter bent? Nou, als je scheidsrechter bent, dan je moet eerst scheidsrechterscursus volgen. Dat stelt niet heel erg veel voor, dat haalt iedereen. We zijn lang blij dat we scheidsrechters hebben. Als je een scheidsrechterscursus hebt gevolgd, dan krijg je dus een diploma. En dan mag je voor de bond gaan fluiten. Dan mag je dus voor de vereniging, bij andere verenigingen gaan fluiten. En bij je eigen vereniging mag je ook de seniorenteams en de A-jeugd fluiten. En doe je dat al lang bij Zwift scheidsrechter zijn? Ik denk dat ik ongeveer 10 jaar of 12 jaar geleden mijn scheidsrechterdiploma heb gehaald. En de eerste paar jaar heb ik samen met Jurgen Ernst de koppen gefloten, dus buiten de vereniging. Maar ik vond het op een gegeven moment allemaal te veel werk. Trainen en coachen en zelfs nog handballen. Nu fluit ik alleen nog maar voor de vereniging. We hebben ook heel veel seniorenteams die we zelf moeten bemannen met scheidsrechters. En die doe ik nog. Okay. En wat vind jij eigenlijk leuk aan de club Zwift? Ja, wat is nou leuk aan de club Zwift? Het is gewoon zo'n vereniging waar je altijd terecht kunt. Je hebt altijd iets te doen. Je hoeft in het weekend nooit te denken, wat zal ik nou eens gaan doen? Ik ben ook een paar jaar alleen geweest en ook dan had ik altijd iets te doen in het weekend. Want we konden altijd naar de kantine, hè, naar de handbalwedstrijd. Bij Zwift worden ook heel veel hele leuke dingen georganiseerd voor de jeugd en ook voor de senioren. En een Pinksterkamp is altijd een hoogtepunt, hè, en beachtoernooi of een zeskamp. Okay, dus zou jij het eigenlijk aanraden aan mensen om iets te gaan doen in de club? Mensen die nog niks doen, zeg maar? Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, dus Oké, dankjewel. Was het wel.